Nou, mijn presentatie ging over voeding, lifestyle en overgewicht. Dat was een heel breed onderwerp. Ik dacht ook van jeetje, waar begin ik aan om dat in een uur neer te zetten? Maar ik heb de mensen geprobeerd mee te nemen in de risicofactoren, de BMI. Dus de behandelmethode die je zou kunnen hebben. De rode vlaggen, wanneer doe je iets wel en wanneer behandel je niet. En casus hebben we nog een kleine aandacht gegeven. En een klein stukje gedrag. Nou, is heel moeilijk, ook omdat we heel veel meningen zijn. En sommige mensen hebben een hele andere mening dan die van mij. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat maakt het ook levendig. Maar goed, het is wel natuurlijk een stukje van wederhoor en horen, zeg maar. En het was wel een levendige workshop, laat ik het daarop houden. Ja. Nou, ik hoop dat ze naar hun eigen handelen kijken. Althans, als ik naar een workshop ga of naar een presentatie, dan kijk ik toch altijd even naar mijn eigen handelen. Hey, doe ik het goed? Wat kan ik verbeteren? En ik hoop echt, ik doe dit werk 20 jaar, dus ik denk echt wel dat ik wat nog te vertellen had. En dat mensen die in mijn zaal zaten, meenemen een aantal dingetjes om te kijken naar hun eigen handelen. Kritisch kijken naar wat je aan het doen bent. Ja.